Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is China-expert Fred Sengers. Net als in Italië werd het Belt and Road-project in veel westerse landen eerst toegejuicht. Maar voormalig president Trump benadrukt al lang dat China een bedreiging vormt. By phasing in tariffs and restrictions, we will phase out imports of all essential goods from China. And we will bring those jobs and factories back to South Carolina and our other great states. Ja, dat was een typisch Trump-standpunt. Het haalde, in feite verschilt het niet zo heel erg veel met wat Joe Biden doet, maar die noemt het anders. Mm-hmm. De handel moet terug, we moeten ontkoppelen. Kun je zeggen dat Trump de relatie met China, of dat een van de belangrijkste momenten is geweest waarop die relatie met China is veranderd? Ja, dat denk ik wel. Trump is daar zeker trendsetter in geweest. Er zijn altijd mensen geweest die daar kritisch over zijn geweest. Maar hij heeft het natuurlijk tot beleid verheven van de Verenigde Staten. We herinneren ons allemaal die handelsbelemmeringen die hij opgeworpen heeft. Ja. Hij heeft ook een begin gemaakt met het moeilijk maken om technologie aan China te leveren. Wat Biden vervolmaakt heeft eigenlijk. Of mee aan het vervolmaken is. Ja. Dus ja, hij was zonder meer een van de eerste in de wereld die daar een heel stellig en sterk standpunt in had. Ja, maar dat was dan, zal ik maar zeggen, transactioneel, zoals dat tegenwoordig heet. Dus hij zag dat China misschien in de markt de Verenigde Staten aan het wegdrukken was. En dat banen ten koste ging van banen in Amerika. Het is eigenlijk puur een macro-economische soort redenering. Maar je kreeg ook corona en Trump die plotseling dat niet meer corona noemde, maar de China-virus. En dat consequent heel lang heeft gedaan. En dat leidde tot woede-uitbarstingen eigenlijk in heel Amerika. Iedereen demonstreerde tegen China vanwege het China-virus. Mm-hmm. Was dat ook een soort schakelaar die omging in de relatie? Nou ja, hij heeft die pandemie gebruikt om zijn, mag ik denk ik wel zeggen, anti-Chinese agenda van zuurstof te voorzien. En daarbij liepen op een gegeven moment natuurlijk feiten en veronderstellingen behoorlijk door elkaar heen. Hè. We herinneren ons allemaal Pompeo, die heel stellig zei van ja, we hebben bewijs dat er een lablek is geweest. Ja. Nou, dat hebben we nog niet gezien, dat bewijs. Nee, maar, en in deze nieuwe campagne, je hebt in Amerika een tegenstander in eigen partij van Biden, meneer Kennedy. En die zegt, dit is gewoon gemaakt door de Chinezen. Ja. En heel duidelijk bedoeld. En dat is niet wat wetenschappers zeggen. Nee, maar hij zegt, de wetenschappers snappen er niks van en ik wel. Maar goed, dat soort dingen hoor. Politiek gezien heeft hij daar gelijk in. Ja, ja. Oké, nu even. Daar hadden we het al over. Ik kondigde dat aan, want ik wil het echt graag begrijpen. Is er nou werkelijk iets veranderd in de relatie tussen China en het Westen? Of is dat voornamelijk iets wat het Westen vindt? En nee. China niet echt? Er is echt wel iets veranderd. En China begrijpt dat niet goed. Er is echt wel nu sprake van een zeer kritische, om niet te zeggen wantrouwige houding ten aanzien van China en wat er uit China komt. En die soms ook best wel een beetje doorslaat. Maar ik bedoel, we hebben jarenlang, heel lang, naar China gekeken als een productieland, want toen was het een lage lonenland. En na de economische hervormingen onder Deng Xiaoping, die dus perestroika invoerde, maar geen glasnost, maar toen werd het plotseling een interessante handelspartner. Ja. En dat iedereen was heel trots op investeringen. Philips ging daar CD's produceren in zo'n grote fabriek dat ik geloof zelfs het dorp naar Philips is genoemd. De helft van alle Volkswagens in de wereld worden in China geproduceerd. Kortom, er is een enorme verstrengeling gekomen en plotseling tegelijkertijd een beweging van we zijn fout bezig. Dus eerst jarenlang een hele goede relatie en plotseling, dat kwam uit het Westen. Dus wat is er gebeurd? Ja, nou ja, uiteindelijk is het denk ik terug te voeren op het feit dat wij hier in het Westen, maar met name in de Verenigde Staten, wij hebben natuurlijk heel lang voor het zeggen gehad hoe het ging in de wereld. Ja. Misschien wel 400 jaar uiteindelijk. En Amerika is al 100 jaar het machtigste land ter wereld. Zeker na de val van de muur en de implosie van de Sovjet-Unie.
Ja. Die positie die is heel comfortabel. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we de wereldorde zo ingericht dat het onze doelstellingen behartigt, zeg maar. Onze belangen behartigt. En nu is er plotseling een land dat heel groot en sterk is geworden. Tweede economie ter wereld. Als je de econoom mag geloven, gaan ze Amerika op een gegeven moment zelfs inhalen. En dat speelt niet helemaal volgens onze regels mee. En dat vinden we niet leuk. En in de Verenigde Staten, ja, waar men toch het idee heeft dat men een uitzonderlijke positie in de wereld inneemt. En dat ze, ja, je hebt daar lang gewerkt, je komt er graag. Je weet dat zij het idee hebben dat het heel logisch is dat zij het voor het zeggen hebben in de wereld. Zeker, zeker, zeker. En van die hegemonische positie willen ze niet af. Nee. Nou ja, goed, maar dat kan nooit. Er moet altijd een ratio zijn. Je moet altijd rationeel zijn. En als je zo met elkaar verstrengeld bent geraakt, ook Europa trouwens en China, dan kun je bij wijze van spreken niet van de een op de andere dag een soort schakelaar die je omzet zeggen: hé, we hebben er nog eens over nagedacht, die Chinezen deugen niet. Want waarin deugen ze nou eigenlijk niet? Het is heel mooi dat hun economie verbetert. Het is heel mooi dat ze een grotere economie hebben. Worden. Het is heel mooi dat ze een groot deel van de mensen uit de armoede hebben gehaald. Allerlei dingen waarvan je kunt zeggen, nou bravo, dat is in ieders belang. Dus wat is er nu, waar zit dat wantrouwen in? Nou ja, omdat je het niet meer voor het zeggen hebt. Dus ze doen niet meer, het is geen Tweede Wereldland meer. Het is een Eerste Wereldland. Nee, het streeft zijn eigen belangen naar. En die zijn niet per definitie dezelfde als van het Westen. En ze zijn in een positie waarin ze dat ook zich kunnen veroorloven. En dat is, ja, dat is gewoon ongemakkelijk. Ja. Even kijken naar het wereldtoneel. Je stipte dat even aan, maar we hebben de oorlog in Oekraïne. Dat noem je als een van de drie factoren die echt een heel drastische gevolgen hebben gehad in het recente verleden. Het Westen flirt voortdurend met China in de hoop dat China iets strenger wordt tegen bondgenoot Rusland. En dat is een ingewikkelde zaak, omdat China is tegen die oorlog, is ook eigenlijk tegen de bezetting of het innemen van een soeverein land. En tegelijkertijd willen ze China niet afvallen, want het is ook een bondgenoot en een klant. Zie jij dat veranderen? Zie je daar verandering in komen? Denk je dat China, als dit langer duurt, op een bepaald moment ook gaat denken, dit is schadelijk ook voor ons? Het is natuurlijk al schadelijk voor China. Gewoon de verstoring van de wereldeconomie die plaatsvindt. Het is natuurlijk ook helemaal niet goed voor het imago van China. Juist vanwege dat bondgenootschap met Rusland en de innige banden tussen Xi en Poetin. Wat China natuurlijk ook helemaal niet bevalt is die revitalisering van de transatlantische band tussen Europa en de VS. Hè, waar ze juist een beetje in aan het poeren waren. Ja. De NAVO was een paar jaar geleden hersendood verklaard, is nu weer springlevend. Dat zijn allemaal dingen die China niet goed uitkomen. Dus je hebt helemaal gelijk als je zegt, zij vinden die oorlog niet. Maar ze calculeren ook dat op de lange termijn, je had het net over geduld, dat bondgenootschap met Rusland, dat is ook een soort verzekeringspolis voor China. Dus dat ze niet alleen een stabiel land aan de noordgrens hebben, maar ook een toch nog wel, hoe je het ook bent of keert, een machtig land in de wereld met grote resources. Ja, energieleverancier. Energieleverancier. Ja. En stel je voor dat in Rusland dat er een regime change komt, of een pro-westers regime. Dat is natuurlijk een nachtmerrie voor de Chinezen. Ja. Dus ze zullen, vandaar heel nadruk, Poetin gaat geloof ik nu weer naar Beijing. Ja, en dat is het kader, daarvan. Hè? Dus om laten zien. Ja, Poetin komt het heel goed uit. Wij willen dat jij daar blijft. Want Poetin kan bijna nergens meer naartoe. Hè? Nee. Dus in Zuid-Afrika was hij niet welkom. Nee. Bij de BRICS-top. Dus het is natuurlijk heel wat dat hij als staatsman ontvangen wordt in China. En China geeft er ook een duidelijk signaal mee af dat ze op dit moment nog niet van plan zijn om Poetin te laten vallen. Nee. Wat niet wegneemt dat ze wel invloed uitoefenen, want China heeft natuurlijk ook in dat 12-puntenplan, dat vredesplan tussen dikke aanhangstekens, natuurlijk ook een aantal dingen genoemd die zeer lovenswaardig zijn. Hè, van hou een beetje rekening met de burgers, behandel krijgsgevangenen goed, geen kernwapens, laat die kerncentrale met rust. Dat zijn natuurlijk dingen waar we blij mee moeten zijn dat China dat ook wil. En daarvoor bij Poetin zich hard maakt. Maar hem laten vallen zie ik op dit moment nog niet gebeuren. Nee, en ze houden van, de Chinezen houden net als Russen van veiligheid aan hun grens. En op dit moment is Rusland aan hun grens veilig. Ja,
Ja, en dus ze zullen ook met de nodige zorg hebben gekeken toen die hele Prigozhin-affaire was. En dat ze dachten, wat gaat daar nou in godsnaam gebeuren in Moskou? Nou ja, dat lijkt allemaal een beetje met een sisser af te lopen. Maar er is een theoretisch mogelijkheid dat, stel dat Poetin echt in een situatie komt dat hij de oorlog gaat verliezen of dat zijn bewind gaat vallen. Dat hangt niet alleen aan hemzelf, kan ook een Poetinist zijn. Ja, dan is er een theoretische mogelijkheid dat China zegt, ja, we gaan toch wat actiever de Rusland ondersteunen dan we nu doen. Want we willen niet dat hij de oorlog verliest. Nee, ze hebben belang bij het in stand houden. Net als met Noord-Korea. Wat ze precies een soort buffer zien tussen hunzelf en de rest van de wereld. Oké, dankjewel, China-expert Fred Sengers. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.